Ahmed Sebapti, ja, dat was weer zwoegen en zweten vandaag. Ja, wij hebben het hier altijd moeilijk. We hebben vandaag tegen een stugge ploeg gespeeld die op momenten op het randje speelde. En er soms over, denk ik. Ja, ik denk het wel. Maar het is hun verdienste dat ze die instelling met die instelling spelen. Dit is een ploeg die heel veel topploegen het moeilijk gaat maken. En uiteindelijk winnen we weer oververdiend. We hebben kansen genoeg gehad om nog meer doelpunten te maken. 1-4 is een mooie uitslag en 3 punten zijn binnen. Op naar de volgende. Je gaat 0-2 de rust in. Dan zie ik jullie starten en dan denk ik van ja, ze willen snel dat derde doelpunt maken. Maar ja, dan loop je op een dodelijke counter. Want dat is wel het enige wat Fenerbahçe Beringen deed. Hè? Verre ballen en counter. Ja, af en toe gebeurt het. Hè, omdat we zo aanvallend spelen. We zetten heel veel druk vooruit. Dat je soms op een counter loopt. En die eerste counter dan gaat binnen. Dan kruipt er een klein beetje twijfel in de ploeg. Een minuutje, 2 minuutjes, even de pedalen kwijt. Maar daarna weer die wedstrijd opgepikt en heel volwassen uitgespeeld. Het is wel zoals je zegt, hè, want jullie hebben enorm veel kansen gecreëerd. Dat is al goed, maar je mist ze nog wel voorlopig. Ja, dat klopt. Het is positief dat je heel veel kansen creëert. Je maakt 4 doelpunten, dat is nog altijd veel. Maar natuurlijk, de efficiëntie mag nog omhoog. Maar in deze fase van de competitie is dat minder belangrijk. We moeten gewoon die punten pakken en hopelijk gaan ze er later wel vlotter in.